Het advies van de kunstraad is bij sommige culturele instellingen slecht gevallen. In het advies worden bij kleine organisaties subsidies geschrapt en krijgen sommige grote instellingen meer geld. Zo dreigen Theater Te Water en Pavlov Media Lab hun subsidies van 18.000 en 75.000 euro volgend jaar kwijt te raken. Dit zou voor beide organisaties een behoorlijke financiële klap betekenen. Theater Te Water en Pavlov Media Lab snappen niks van de kritiek van de kunstraad op de artistieke kwaliteiten van hun producties. We moeten niet vergeten dat de adviesraad in hetzelfde advies zegt dat het ook landelijk een unieke theatergezelschap is. Dat de adviesraad aangeeft dat er een hele brede sympathiek voor het gezelschap is. En dat zijn dus allemaal positieve dingen. En ik denk dat die net zo zwaar mee mogen wegen als het toch vage regeltje van dat de voorstellingen af en toe tegenvallen. FC Groningen valt ook af en toe tegen, maar niemand zal dat opheffen. Ik denk dat ze het instrumentarium om een laboratorium te meten, dat ze dat niet hebben of niet toegepast hebben. En dat ze ons hebben bekeken als productiehuis of podium. En dan kun je zeggen dat het een wisselende kwaliteit is, maar het zegt me helemaal niks dat dat zo benoemd wordt. Want een laboratorium heeft iets van wisselende kwaliteit, want het experiment is onvoorspelbaar. Beide instellingen zetten grote vraagtekens bij de manier waarop de kunstraad tot haar aanbeveling is gekomen. De kunstraad is voor ons onzichtbaar geweest de afgelopen jaren. In tegenstelling tot jaren hiervoor was er geen dialoog met de kunstraad. We hebben ze niet gezien, het was een wisselende samenstelling, was voor ons heel ondoorzichtig wie er nou in zaten. Er is nooit ook vanuit hen, hoewel zij een actievere houding ook voor zichzelf bepleiten, hebben wij hen hier gezien om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk, waar zijn we mee bezig. Het Nieuwsblad heeft bij de recensies een sterretjes systeem. 5 sterren is het maximale. Ja, als je 4 sterren scoort, dan denk ik van ja, wat zit je nou te zeuren? Moet je altijd 5 sterren scoren? Dus ik denk van ja, ik ga daar maar op af. En dan denk ik van, die adviesraad, ja, die kunnen dan een andere mening toegedaan zijn. Maar we praten hier over smaak, laat dat ook duidelijk zijn. We praten over smaak. Theater Te Water en Pavlov Media Lab zijn nu hard bezig met de voorbereidingen voor nieuwe projecten. Ook willen ze graag met de gemeente in debat over het advies van de kunstraad voor de nieuwe cultuurnota 2009-2012.